eerst naar Israël, zoals gezegd. Want dat is het Israëlische leger. Het IDF is verder opgestroomd in Rafah, waar volgens Israël de laatste Hamas-eenheden zouden zitten. En ook in het noorden van de Gazastrook zijn de gevechten opgeleid. Gaan we over praten met Han Bouwmeester, brigadegeneraal, hoogleraar militair operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Han, goedemorgen. Pas goedemorgen. Hoe is de situatie in Rafah nu? Weten we dat? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Er komen heel weinig berichten over naar buiten. Maar wat we wel zien is dat er wel een enorme kentering is in het patroon zoals Israël tot nu toe heeft opgetreden. En dat is ook mede door de internationale druk, ook door bondgenoot Amerika. Die wil niet hebben dat er nu nog steeds grootschalige bombardementen zijn. Maar we zien nu veel meer met gerichte acties, special forces, dat Israël in Rafah bezig is. Ja, en wat nog steeds de objective is van de regering van Netanyahu, is ook zoveel mogelijk gijzelaars ontzetten. Maar we zagen nu ook weer een staartje van een aantal gijzelaars waarvan we zeker weten dat ze inmiddels overleden zijn. En er wordt dan nog gejaagd op Hamas. Nou zei Netanyahu vorige week ook nog, de intensieve fase in Gaza is voorbij. Ja, nu met dit soort bewegingen met special forces, kan je dat zo stellen dat het voorbij is of anders is? Nou, we zien een aantal dingen nu op dit moment gebeuren. Hè. Er zijn weer berichten dat Israël wil toch ook weer met de onderhandelingen beginnen. Er zijn nog zoiets van 120 gegijzelde mensen. Wat de staat daarvan is, weten we niet precies. Hè. Er wordt steeds over gespeculeerd dat daar ook een aantal dode mensen onder zitten. Dus dat is enerzijds bezig. Anderzijds wil men Hamas uitschakelen in Rafah, de delen van Hamas die daar zitten. Maar men weet ook, omdat in het noorden van de Gaza, in Gaza-stad, ja, een aantal Hamas-strijders zijn ook weer teruggegaan. Ja. En daar is eigenlijk een bestuurlijk vacuüm op dit moment, omdat daar niet over gesproken is, wat gaan we daar nu precies mee doen? En er zijn geen politietroepen of andere ordentroepen. Nee. Daar heeft Israël nu het vermogen ook niet voor. Hè? Want het spookt ook in het noorden van Israël. Er wordt steeds over gesproken dat Hezbollah daar mogelijk een aanval wil lanceren. Dus ja, Israël moet ook troepen verdelen. Ja. En ja, dit is ook wel een punt tussen Netanyahu en zijn generaals. Want die hebben gezegd, kom nu met een plan voor wat er met de hele Gaza-strook moet gebeuren. Want ik zie nu Hamas-strijders ook weer teruggaan naar het noorden. Ja. En dan kunnen wij helemaal weer overnieuw beginnen precies met onze operaties. Dan blijf je eigenlijk achter de feiten aanhollen en achter de Hamas-leden. Hè? Dat is natuurlijk trouw. Maar inderdaad even over die situatie in het noorden. We zagen gisteravond, het Israëlisch leger maakte bekend dat er 18 Israëlische soldaten gewond zijn geraakt bij een droneaanval door Hezbollah. We hebben de afgelopen weken al gehoord, hè, oorlogstaal van beide fracties, zowel van het IDF als van Hezbollah. Van het wordt een all-out war, maar hoe moeten we dat nu zien? Escaleert het inderdaad nog? Zie je dat? Ja, dat is steeds de grote vraag. Hè? Het vermoeden was dat Hezbollah nog niet op volledige oorlogsterkte was. Ja. En daarom ook steeds probeert de boot af te houden. Maar wel met heel veel oorlogstaal en retoriek komt om te imponeren. We weten wel dat de leider van Hamas die nog in Gaza zelf zit, Yahya Sinwar, speelt wel op dat daar eigenlijk een soort tweede front moet komen. Ja, om Israël wat dat betreft helemaal in de verdrukking te zetten. Ja, en want dat gaat gebeuren. Dan heb je dus een conflict in Gaza. Dan heb je een conflict in Libanon. Dan moeten we ook nog in de Rode Zee even kijken bij de Houthis. Het kan dat allemaal? Kan Netanyahu dat aan met zijn leger? Ja, dat is de grote vraag. Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Ja. En er komt misschien zelfs een vierde front bij. Want we weten ook dat er Sjiïtische rebellen zich ophouden in Syrië. En ook op de Golanhoogte proberen, en dat ligt ook in het noordoosten van Israël, om Israël daar te raken. Israëlische leger is goed getraind, is ook heel erg groot en roept ook dat zij dit soort aanslagen en aanvallen aan zouden kunnen. Ja.